Iedereen weet wel wat spam is, toch? Spam? Als ik spam heb, dan verwijder ik het gewoon zonder te openen. Ja, ik heb geen spam en ik weet niet wat het is. Ja, dat is volgens mij als je e-mail krijgt in je inbox waar je niet van gediend bent. Spam is eigenlijk ongewenste e-mail en vaak met een commerciële bijbedoeling. Dus dat op het moment dat je je mailbox opent, zie je heel veel dat daar zeg maar bulk e-mail binnenkomt. Dus die waarschijnlijk naar 10.000 of 5.000 of 100 mensen tegelijk gestuurd is, die je niet wil hebben. Maar waar ze jou proberen wat te verkopen of wat proberen wijs te maken. Viagra, online investeringen, bedelbrieven, ze zitten dagelijks ongevraagd in je mailbox. We noemen deze ongewenste e-mail ook wel spam. Er was een hele tijd geleden het hele beroemde BBC-programma Monty Python en die hebben een sketch gedaan over spam. What do you mean? En elk gesprek wat mensen voerden in dat restaurant werd onderbroken door een koor van zingende vikingen die overal spam, spam, spam doorheen gilden. Dat was toen het internet net begon ook spam, maar dan in de zin van de ongewenste elektronische berichten. En op een gegeven moment werd dat er zoveel dat het onmogelijk werd om een normaal gesprek te voeren. Telkens kwam die spam erdoor, net als dat koortje vikingen. En daarom zijn ze die ongewenste e-mails en ongewenste berichten ook spam gaan noemen. Van alles eigenlijk. Over vakanties, over ja, vaak reclame toestand. Van die soort aanbiedingen of zo. Voor een gratis mobieltje of zo, voor dat soort gesnor. Tegen spam kan je filteren. Er zijn hele goede spamfilters. Een deel van het filteren gebeurt bij de internetprovider, als je een goede internetprovider hebt. En een deel van de spam kun je er thuis zelf uitfilteren. De meeste e-mailprogramma's hebben ook een ingebouwde spamfilter. Een ander ding wat gebruikers, wat mensen moeten leren, is dat ze niet zomaar meer hun e-mailadres overal achterlaten. Je ziet heel veel prijsvragen op internet van organisaties of soms dubieuze organisaties die gouden bergen beloven. En het enige wat ze van jou willen hebben is eigenlijk een naam en een e-mailadres. En die e-mailadressen worden vergaard en die worden dan weer onderling verkocht aan allerlei personen of organisaties die spam aan het versturen zijn. Ja, ik heb gewoon zo'n filter. Delete? Ik open het niet eens, ik bewaar het gelijk. Nou, blokken. Om spam echt uit te roeien zou je iedereen zover moeten krijgen dat ze nooit meer producten kopen die via spam worden aanbevolen. Maar of dat zal gebeuren, dat betwijfel ik.